In de voorgaande paragrafen van hoofdstuk 4 zagen we dat er zaken ontstonden die er nu nog steeds zijn, namelijk de steden. In deze paragraaf zullen we gaan kijken naar iets anders dat zal gaan ontstaan wat we nu nog steeds kennen, namelijk bepaalde moderne natiestaten. Paragraaf 4.3 gaat over het begin van staatsvorming en centralisatie. Het gaat over hoe de koningen het bestuur van hun land gaan inrichten. Het is dus bij uitstek een politieke paragraaf. En als we naar die koningen gaan kijken, dan moeten we eerst even een stapje terug doen naar het vorige hoofdstuk, naar paragraaf 3.3 over het feodale stelsel. Dat stelsel waarbij die koning macht uitleent in ruil voor trouw aan zijn edellieden. Een stelsel dus dat is gebaseerd op vertrouwen. Die vorst die moest ervan uit kunnen gaan dat hij zijn edellieden kon vertrouwen. En wat we nu zagen gebeuren, is dat dat juist steeds minder vaak voorkwam. De macht raakte versnipperd. Want die edellieden, die gingen dat geleende gebied, gingen zij steeds meer als hun eigen bezit beschouwen. Dat bleef in de familie, ging over van vader op zoon. En langzamerhand zie je dus dat zij minder trouw aan de koning werden. En de macht van de koning werd dan ook kleiner en de macht raakte versnipperd. Nou, had je net lekker als vorst een oplossing bedacht om toch je rijk bij elkaar te houden, namelijk via dat feodale stelsel, blijkt er dus uiteindelijk ook niet te werken. Dus er moet iets nieuws gebeuren. Die vorst zit opnieuw met het probleem, hoe ga ik er nou voor zorgen dat ik de controle houd over mijn rijk? En vanaf het jaar 1000 wordt hij geholpen door twee ontwikkelingen, namelijk de opkomst van de nijverheid en de opkomst van de handel. Want daardoor kwam ook de geldeconomie weer op gang. En daar kon de koning van profiteren. Want wanneer er geld is, kan de koning belasting heffen. En dat ging die koning doen. En met dat belastinggeld kon hij twee dingen aanstellen. Hij kon zelf een leger inhuren. En daardoor was hij dus minder afhankelijk van de trouw van zijn leenmannen, van zijn edellieden. Die hadden hem altijd beloofd om bij te staan in raad, maar dus ook in daad. En die daad betekende dus meevechten als het oorlog was. Maar aangezien die edellieden vaak dus onbetrouwbaar bleken voor een koning, kon hij ze nu dus omzeilen door gewoon zelf soldaten in te gaan huren. En dat kon hij doen doordat er dus geld was. Het tweede dat hij kon doen met zijn belastinggeld was het aanstellen van ambtenaren. Mensen die hij naar alle hoeken van zijn rijk kon sturen om daar zijn beleid uit te voeren en te controleren of iedereen zich er wel aan hield. In dat feodale stelsel liet hij dat dus doen door de edellieden, maar dan zagen we net dus al van, ja, die deden dat steeds minder, die gingen steeds meer hun eigen beleid voeren. En door middel van die ambtenaren kon hij dus die edellieden buitenspel zetten. Want een edelman kun je niet ontslaan. Een ambtenaar wel. Als een ambtenaar niet luistert, dan ontsla je hem en dan stel je gewoon iemand anders aan. Bovendien kon die koning nu naar meer geschikte mensen gaan zoeken. Als je een edelman in een bepaald gebied hebt zitten, is het maar de vraag of die ook geschikt is om dat gebied te besturen, om jouw beleid uit te voeren. Nu kon die koning zijn ambtenaren kiezen, hij kon ze aanstellen en hij kon dus op zoek naar de meest geschikte kandidaat. En opnieuw functioneerde ze niet, dan kon hij ze ook gemakkelijk ontslaan. Dus met behulp van dat belastinggeld kreeg de koning langzamerhand weer grip op zijn eigen land. En dat systeem dat leidt tot twee belangrijke ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling is centralisatie. Daarin zit het woord centraal. En centralisatie is een ontwikkeling waarbij een gebied steeds meer vanuit één punt, namelijk de hoofdstad, bestuurd wordt. Die koning die hoefde niet meer te reizen door het hele land, want hij kon zijn ambtenaren nu overal naartoe sturen. Die ambtenaren die leerden weer lezen en schrijven en die konden hem schriftelijk dus op de hoogte houden van het reilen en zeilen in zijn rijk. De tweede ontwikkeling die plaatsvindt is staatsvorming. En dat is een ontwikkeling waarbij een gebied steeds meer als een eenheid wordt bestuurd door één overheid vanuit die hoofdstad die we net al bij die centralisatie zagen. De koning die ging zijn rijk dus steeds meer als één eenheid besturen. Hij wist het voor elkaar te krijgen dat zijn regels en wetten weer in het hele land nagevolgd werden. En hij zette dus de adel steeds meer buitenspel.
Het gevolg van deze ontwikkelingen? Nou ja, de koning die is daar natuurlijk heel blij mee. Want die krijgt weer meer grip op zijn gebied. De adel daarentegen, die we eronder zien, die is er niet zo blij mee. Want die krijgen juist steeds minder te zeggen. Kon die koning helemaal zonder die adel? Nee, dat kon hij niet. De adel bleef machtig. Hij had ze vaak ook nog nodig om zijn beleid uit te voeren. Hij had ze vaak ook nog steeds nodig op het moment dat er oorlog gevoerd werd. Maar hij wist hun macht wel in te perken. Maar hij wist de macht niet zo ver in te perken dat hij niet buiten hun om kon. En dan zie je dus ook dat er in sommige landen, waar dus die staatsvorming heel sterk heeft doorgezet, dat daar parlementen ontstaan. Vertegenwoordigende organen van de adel en ook die stedelijke burgerij, bijvoorbeeld die we in de vorige paragraaf zagen, die de koning van advies gaan dienen. En zeker in een land als Engeland, een land dat als eerste echt een centraal geleide staat wordt in Europa, daar wordt ook de macht van het parlement wordt heel erg groot. De adel en de steden en de geestelijkheid hebben daar nog steeds heel veel invloed op het beleid. De koning kan niet om het parlement heen. In andere centraal geleide landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, zie je dat de rol van het parlement veel kleiner is. Want hier hebben we Europa aan het einde van de middeleeuwen, rond het jaar 1500. En dan zie je al dat de kaart langzamerhand op de kaart van het moderne Europa begint te lijken. Je herkent de vormen van een aantal landen er al in. En zo krijgt Engeland bijvoorbeeld een centraal bestuur. Hetzelfde geldt voor Frankrijk. Daar lukt die centralisatie en de staatsvorming van de koning dus ook. Een ander gebied waar dat ook heel sterk geprobeerd wordt, in ieder geval door de vorsten, is het zogenaamde Duitse Rijk. En dat Duitse Rijk ziet er hier op dit kaartje wel uit als een eenheid, maar eigenlijk bestaat dat gele gebied uit tientallen kleine vorstendommen. En de Duitse keizers die proberen wel om die vorstendommen onder hun gezag te krijgen, maar daar slagen ze niet in. En in het Duitse Rijk blijft er sprake van een decentraal bestuur.